Go Eagles waanzig al zeker van de play-offs. De plek bij de eerste vijf zelfs. Zo heeft Stegeman wat mensen rust gegeven, waaronder veldmaten. Dat leidt er behoorlijk onder, want het spel van Go Ahead is niet best op bezoek bij Os. Dit is de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. Die is voor de thuisploeg. Uithaal van Rommens, de Belg dan in de slotfase van de eerste helft. Verliest Verheid zijn hoofd en schopt die na. Maar niet eens na, raakt zijn tegenstander vol en krijgt dan ook volkomen terecht de rode kaart van Joey Coy. De verbazing van Verheid is nog wel het meest merkwaardig in deze situatie. Want wat verwacht je dan als je het zo aanpakt? Rood dus voor de aanvoerder van Go Ahead Eagles, die zijn voorbeeldfunctie dus ook even uit het oog was verloren. In de slotfase van de eerste helft komt er nog een mogelijkheid voor Top Os. Smeets met een bekeken schot, maar een uitstekende redding van Verhulst. Zo is het halverwege 0-0 in een warm Frans-Heese stadion in de tweede helft. Deze vrije schot weer weggebokst door Verhulst. De poging was van Hussein Dogan, goed voor 18 doelpunten in de keukenkampioendivisie. Halverwege de eerste helft begint de Go Ahead Eagles behoorlijk te goochelen daar achterin. En valt hij voor de voeten van Dogan. Die schiet hem geweldig binnen. Het is zijn 19e treffer deze competitie. En de voorsprong voor Top Os dat op weg lijkt naar de play-offs van de keukenkampioendivisie. Schitterende uithaal. Het lijkt de winnende treffer te zijn in deze niet al te beste wedstrijd. 1-0.